Yo, wat up gasten en welkom bij een nieuwe Banjo Movie. En deze keer gaan we het hebben over muziek. Iedereen heeft zijn eigen muzieksmaak. En iedereen heeft bepaalde dingen die je liever niet wil horen. Baby, oh, oh, baby, oh. En wat zijn jullie hier in godsnaam aan het doen? Pap, kan je niet zien dat ik dit meisje aan het neuken ben? Oh, godzijdank. Ik dacht dat je aan het luisteren was naar Justin Bieber. Hey, veel plezier, hè? Hey, ja, we beginnen natuurlijk met Justin Bieber. Want ik weet zeker dat als je Justin Bieber zou uitschelden in het echte leven, dat hij je echt wel zou slaan met zijn handtas. Nee, natuurlijk niet. Justin Bieber is geen meisje. Hij is een vrouw. Respect, ja. Maar even serieus. Muziek die jij mooi vindt, hoef ik niet per se mooi te vinden. Iedereen heeft zijn eigen muzieksmaak. Nirvana, de Beatles en... Ja, loser. Ja, natuurlijk, One Direction is helemaal hot. Alle tienermeisjes houden ervan. Dus op Twitter had ik gezegd dat ik na zat te denken om een parodie te maken over One Direction. Waarna vervolgens één meisje mij bedreigde met de dood. Je ziet hem hier staan in beeld, dus ik was een beetje blown away. Ik reageerde ook op haar van, wauw, dit is mijn allereerste doodsbedreiging. En vervolgens reageerde dat meisje er weer op van, ja, spot niet met One Direction in je video's, want je weet het. En alsof dat nog niet erg genoeg is, zei ze daarna ook nog tegen mij, wauw, is het echt je allereerste doodsbedreiging? Alsof het godverdomme normaal is om mensen te bedreigen met de dood. Want ik snap niet hoe dom sommige mensen kunnen zijn. Haar reden om mij te bedreigen met de dood was omdat Harry Styles grappen te veel aantrekt. Oké, kerel, hoe noem je 5 homo's die dezelfde kant op lopen? Ik weet niet. Nou, het is One Direction! Oh! Wat doe je nou? Ik snap het al, je trekt de grap aan. Oké. En even over homo's gesproken. Allereerst, het maakt niet uit of je hetero of homo bent. Gesprekken over homo's kunnen leiden tot ongemakkelijke momenten. Ik weet het niet met Bert en Ernie. Ja, ik ook niet. Ze hebben van die strakke shirtjes aan. Ze hebben nooit een vriendin. We wonen altijd samen en zo. Ja, ze hebben iets verdacht. Ik denk dat ze echt homo zijn. Haha, ik hoorde het. Oh, Hakim van Zinsumstraat. Ja, Hakim van Zinsumstraat. Roddel over Bert en Ernie. Ja, met die strakke shirt. Nee, en wat doen jullie handen dan? Ik hoorde dat One Direction geen seks mag hebben als hun op tournee zijn. En dat vind ik heel raar, want ik wist niet eens dat hun omgingen met Justin Bieber. Nee, maar even serieus. Hun mogen dus geen seks hebben on tour. Dat is vrij logisch. Vandaar dat hun ook allemaal nu slapen in aparte kamers. En dan natuurlijk terugkomend op Harry Styles, waar dit meisje zo fan van was. Kijk mee naar wat ik vorig jaar heb gezegd over Harry Styles. De meest populaire jongen uit die band, Harry Styles. Heb je ooit zijn neus gezien? Die lijkt op een piemel. Kijk. Een piemelneus. Tot op de dag van vandaag ontvang ik daar nog steeds tweets over. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen tegen iedereen, is dat je zelfspot moet hebben. En natuurlijk, als je zelfspot hebt, moet je ook jezelf af en toe voor lul durven zetten. Dus bij deze, maak je vooral niet dik, dat doe ik zelf al. Ik kan wel doen alsof ik een superster ben, maar dat ben ik niet. Ik bedoel, mijn laatste date kon niet eens mijn naam onthouden. Hey, Kim. Hey, Bart. Pardon, sorry. Dat weet je, maar misschien komt dat ook wel omdat ik niet heel romantisch ben. Dus ik stond laatst bij de bushalte en toen kwam er een man naar me toe en die zei, hoe lang is een Chinees? Ja, hoe moet ik nou weten hoe lang een Chinees is? Ik bedoel, alsof er iemand Chinezen gaat opmeten en gaat kijken hoe lang die zijn. En wat ik jou daarnet liet zien was een beetje zelfspot. Dus voor alle Justin Bieber en One Direction fans, één tip, lach erom. Ga alweer iemand die een grap maakt over mijn idool. Dat zijn gewoon goede reacties. Het is niet dat ik One Direction of Justin Bieber haat, het is dat ik de fans haat. Die stomme mensen die altijd maar boos worden over alles wat je zegt over hun idolen. Maar mocht jij me willen volgen op Twitter trouwens, dat kan. Het is twitter.com/BardoAllens, linkje in de beschrijving. Geef deze video ook vooral een groen duimpje. En deel hem met al die Justin Bieber en One Direction fans. Dus deel deze video vooral met hun. Maak maar gewoon duidelijk dat het nergens op staat wat hun aan het doen zijn. Vergeet vooral niet te abonneren hier beneden en de video's zometeen zijn klikbaar. Gasten, bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Bye!